geloof zo'n 16.000, 17.000 Twitter followers en we hebben 100.000 Facebook likes. En daarin de boekclub gaan lunchen en een tafeltje verder een meisje onze app zien gebruiken. Ja, dat is fantastisch, dat is het mooiste wat je kan hebben. Dat moet je ook onthouden wanneer je marketing bedrijft. Dat je ervoor zorgt dat het niet plat is, dat het niet ordinair is. Mijn naam is Gilbert Smit. Ik ben medeoprichter en CEO van 22Tracks. En 22Tracks bestaat inmiddels 4 jaar, is een music discovery service. Dat houdt in ons geval in, en dat is anders dan bij anderen, dat wij aan de hand van experts, curatoren, in 4 steden op dit moment, de beste nieuwe muziek onder de aandacht proberen te brengen. En dat doen we in 22 uiteenlopende genres die het best het geluid van een stad reflecteren. Dat is een hele goede vraag. Wie dat bepaalt, dat zijn de DJ's zelf. Je moet je voorstellen, dat zijn mannen of vrouwen. We hebben helaas niet zo heel veel vrouwen. Het zijn met name mannen die in dit circuit actief zijn. Dus dat is misschien ook een hele goede motivatie voor vrouwen om heel snel te beginnen. Zij zijn eigenlijk op dagelijkse basis al voor of hun eigen DJ-set, hun radioshow, hun blog of wat het ook maar mag zijn waar zij professioneel mee bezig zijn. Zijn ze eigenlijk dagelijks op zoek naar nieuwe tracks. Waar je dan vroeger dan naar de platenzaak ging en echt met je vingers door de platenbakken, crate digger. Dat doen zij op dagelijkse basis en een selectie daarvan. 5 nieuwe tracks per week selecteren ze om op hun eigen genre op 22Tracks te plaatsen. En dat maakt dat dan de beste platen van die week zijn, of de beste nieuwe platen van die week die zij toevoegen. Dat is denk ik een terugkerende uitdaging. En dat zijn eigenlijk wel een aantal. In eerste instantie was dat om voor zo'n kleine organisatie als het onze licenties te organiseren. Dus dan hebben we het over de rechten. Het kostte ons best wat tijd om mensen te overtuigen van de promotionele waarde die wij geven. Een plaat blijft gemiddeld 1 maand bij ons online staan. Is er dan weer vanaf. En ja, god, dan had je hem of maar moeten kopen via iTunes of hem moeten opslaan in je Spotify of Deezer account. En voordat dat er echt bij iedereen inviel, was dat alweer 1 jaar later. En die rechtendiscussies die ben je eigenlijk continu aan het voeren in elk land waarin we live gaan. Het is helaas Europees nog niet zo geregeld dat er een one-stop shop is waar je 1 loketje hebt, daar kan kloppen en je het plan kan toelichten en dat je vervolgens binnen heel Europa die rechten geregeld kan hebben. Dus dat is een ongoing thing. Een ander, en dat heeft ook wel weer een beetje te maken met het feit dat wij een kleine organisatie zijn en bottom-up naar boven zijn geborreld, is het continu top of mind blijven bij mensen. Dus ervoor zorgen dat men je onthoudt, dat ze terug blijven komen en dat je eigenlijk genoeg marketing, uitingen of andere zaken doet om ervoor te zorgen dat die luisteraars terug blijven komen. Nou, die zijn vrij beperkt. We moeten daar ook een beetje mee oppassen. We hebben een doelgroep die, ik mag het nooit zeggen, maar ik weet het anders even niet zo goed omschrijven, maar een hele hippe doelgroep die heel erg goed weet wat ze wel en niet willen. Die ook goed weten wat ze van adverteerders wel of niet willen. Wij werken dus met adverteerders, maar zorgen ervoor dat er geen vervelende reclames tussendoor komen. Dat moet je ook onthouden wanneer je marketing bedrijft. Dat je ervoor zorgt dat het niet plat is, dat het niet ordinair is. Wij zullen niet zo 1, 2, 3 met tv-commercials of radiocommercials aan de slag gaan. Radio zou überhaupt een beetje vreemd zijn natuurlijk. Los van het feit dat het enorm veel geld kost, denk ik ook niet dat wij daarmee de juiste doelgroep aanspreken. Dus wat we wel doen zijn bijvoorbeeld media partnerships of podia hosten op grote festivals en daar de programmering voor zorgen. Dus zorgen dat er een mooi podium is met goede muziek of een activatie door het land rondsturen. Toentertijd hebben we een tafelvoetbal om laten bouwen naar een jukebox. En op die manier kon je op een hele speelse wijze kennis maken met 22Tracks. We hebben hier in Amsterdam een keertje een proefballonnetje opgelaten. Hebben we allemaal posters met alleen The Sound of Amsterdam en ons hart. Wat 1 omgekeerd 2'tje is, nou dat vormt dan een hart. En verder helemaal niets. Geen URL erop, helemaal niks. Hebben we door de hele stad laten verspreiden. Voor ik geloof nog geen 1000 euro.
En daar ontstond iets heel leuks uit. Want dan merk je ook meteen een beetje hoe het met je naamsbekendheid zit. En of mensen die iconen herkennen. En dat zorgde er vervolgens voor dat mensen met die post op de foto gingen. En dat ook weer gingen verspreiden. Nou, dus wij hebben het heel erg nodig. Of tenminste, wij zijn heel erg afhankelijk van de mensen die op dit moment naar 20 Tracks luisteren. Marketingbedrijven in principe ook via onze DJ's. Er zitten een aantal hele grote gasten tussen die ontzettend veel followers op Twitter hebben, ontzettend veel likes op Facebook. En elke week geven zij weer aan dat ze een update hebben verzorgd, dus daarmee komt dat ook bij die groep weer terecht. En wat de toekomst ons brengt, dat weet ik nog niet. We zullen altijd wel een beetje op de guerrilla marketing blijven zitten en op een leuke, creatieve manier proberen mensen aan ons te binden, in tegenstelling tot plat en ordinair. Nee, de combinatie, absoluut. Ik ben op mijn 18e fulltime gaan werken. En als je kijkt naar mijn carrière, dan heeft dat altijd, is het altijd een combinatie van ondernemen, internet en muziek geweest. Dat is altijd, die drie die komen eigenlijk altijd samen. Ik heb voor een aantal werkgevers gewerkt, maar eigenlijk daar binnen die organisaties altijd zelf kunnen ondernemen. Dus een nieuw merk in de markt zetten of een bedrijf optuigen. Maar dat was dus altijd binnen internet, dus binnen online en muziek. Dus dat is, ja, dit is eigenlijk een verlengde weer daarvan. Ja. Waarin ik dan hier dan wel echt zelf de baas ben. Dus dat maakt het schakelen wat makkelijker. Ja. Nou. Nou, ik denk dat dat op het moment was dat ik ging freelancen. Zoals ik al zei, op mijn 18e ben ik begonnen met fulltime werken. Dat betekent dus ook dat ik geen universitaire opleiding heb genoten. Maar ik geloof dat alle scholen al lang blij waren dat ik ging werken en niet meer naar school kwam. Het is inmiddels bijna 10 jaar geleden dat een vriend van mij, wij leerden elkaar kennen binnen een reclamebureau waar we werkten. En hij ging op een gegeven moment freelance. En ik durfde die stap maar niet te nemen. Want het was wel lekker, die vastigheid van een salaris elke maand. En hij was degene die op een gegeven moment zei, gast, alsjeblieft man, een beetje ballen. Gewoon begin nu voor jezelf, je hebt genoeg. Je hebt een netwerk om je heen waar je u tegen zegt, begin. En toen viel bij mij dat kwartje. Dat ik dacht van, ja, niet zo lopen mekkeren. Ik heb geen kinderen, bij wijze van spreken. Financieel zit het allemaal redelijk goed. Ik kan die stap nu gewoon maken. En mijn netwerk is op orde. En ik kon eigenlijk al een aantal opdrachten meenemen van werkgevers waar ik daarvoor zat. Dus dat was voor mij een hele hoge stap. Dus dat was de beste tip die ik heb gegeven. Begin nou eindelijk eens. Ga nou eens wat doen. Denk er niet zo lang over na. Beginnen. Nou, er zijn heel veel mooie momenten. Ik denk dat elke keer wanneer we weer live gaan in een nieuwe stad, dat een enorm mooi moment is. Maar dat het misschien nog mooier is dat wanneer je daar na een jaar terugkomt en je een eenjarig bestaan viert van zo'n stad. Onlangs hebben we dat in Parijs gehad. En dat is te gek. Ik ben vaker in Parijs geweest voorheen, net zoals bij Londen en bij Brussel. Maar eigenlijk ga ik dan langs alle tourist traps en kom met lege zakken kom ik thuis. Maar nu maak je echt deel uit van zo'n lokale scene en iedereen sleept je daar ook in mee. Dus je komt gewoon echt bij de cool kids terecht. Gewoon mensen die gewoon echt enorm veel liefde voor muziek hebben en dat straalt er vanaf. En als daar dan vervolgens ook nog allemaal luisteraars op afkomen op zo'n feestje en je staat daar met, weet ik niet hoeveel man, sta je op zo'n dansvloer te springen en te vieren dat jouw concept daar al een jaar bestaat, dan is dat echt een heel erg mooi moment. Ja. Ik ben op mijn 18e bij ID&T begonnen. Duncan Stutterheim, ik werkte eigenlijk voor zijn broer, die helaas overleden is. Maar hij is wel een rolmodel in die zin dat ik hem enorm heb zien groeien. Van een jonge, soms wat agressieve gast met hele goede ideeën tot een zeer succesvol zakenman. Onlangs heeft hij ID&T voor 100% verkocht aan SFX. Een van de grootste IBM-ondernemingen wereldwijd. Van een hele rijke Amerikaan die ooit Live Nation heeft gedaan. En je ziet daar in die jaren verloop zie je daar een enorme vooruitgang en zelfverzekerdheid. Elke keer, natuurlijk zijn heel veel dingen misgegaan. Maar het leeuwendeel gaat goed. En dat komt doordat hij heel scherp is. Hij heeft ook natuurlijk een fantastisch team om zich heen.
Maar ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Ja, en dan kom je al snel bij, bij de hele grote mannen terecht. De Norse Steve Jobs. Ik denk dat iedereen die wel zou noemen. Ik weet niet of ik op persoonlijk vlak zo met mijn personeel zou willen omgaan. Maar gaat het wel bij het rechte eind. Ik denk dat iedereen dat ook wel moet toegeven. Richard Branson, dat soort figuren. Ja. Waar ik Branson dan misschien nog interessanter vind dan Steve Jobs, bedenk ik me. Wat? Communicatief veel vaardiger. Ik vind het altijd heel interessant. Vaak merk je dat mensen die heel erg excelleren in een bepaald iets, heel veel zwakte hebben op andere punten. En bij meneer Branson lijkt het allemaal fantastisch te zijn. Dus daar moet iets zijn wat niet oké is, maar dat heb ik nog nooit kunnen spotten wat dat dan zou zijn. Dus dat maakt me dan geïnteresseerd. Hè? Ja, vind ik heel lastig, want hier begint het ook echt mee. Misschien mag ik hem een klein beetje omdraaien. Wat ik heb gemerkt in de afgelopen 4 jaar dat ik met 20 Tracks bezig ben, wat enorm in de schijnwerper staat en ik krijg enorm veel aandacht. Er is ook een soort beeld ontstaan dat wij het altijd maar weten. Maar wij zijn ook maar aan het ondernemen en maken soms ook fouten. Maar ik krijg enorm veel mensen die op mij afstappen die dan een idee hebben, een concept hebben. Daar al een jaar lang over aan het schrijven zijn. En mij dan een mailtje sturen. Beste Gilles, zou jij alsjeblieft mij wat advies willen geven over mijn concept? Nou, als ik het interessant vind, wil ik dat best doen. Maar dan gaat men heel geheimzinnig doen. En dat is, in Nederland is dat echt een bekend fenomeen. Heel beschermend. Nee, dan wil ik eerst dat je een contract ondertekent. Nou, ik ga helemaal geen enkel contract ondertekenen. Ik zou niet weten waarom. Als jij mijn advies wil hebben, stap op me af. Laat zien waar je mee bezig bent. En dan wil ik je absoluut vertellen wat je wel of niet zou moeten doen volgens mij. Maar als je daar heel beschermend omheen gaat doen en eigenlijk continu maar in die conceptfase blijft hangen, dan schrijf je het zelf helemaal dood. Wij zijn begonnen zonder businessmodel. Zonder uitgeschreven businessmodel. En zijn in de afgelopen 4 jaar, nou, ik wil niet zeggen 180 graden omgedraaid, maar we hebben enorm veel aanpassingen gemaakt in daar waar we in eerste instantie mee begonnen. Dus zit niet zo vast aan je concept, wees niet zo beschermend en begin alsjeblieft. Dat is echt de basis. Te veel mensen die rondlopen en die in een fulltime dienstverband zitten, helemaal zaai en moe en murggeslagen zijn. Spring eruit en begin aan dat wat je wilt gaan doen. Dat is echt het belangrijkste advies. In mate van naamsbekendheid en bereik ben ik heel erg trots op wat wij voor elkaar hebben weten te boksen. Zeker omdat ik weet met welke budgetten dat voor elkaar gebokst is. Daar heb ik enorm veel, daar voel ik enorm veel trots bij. Vooral als ik de tram instap. Of nog mooier is het wanneer ik in Londen rondloop. En daar in de boekclub ga lunchen. En een tafeltje verder een meisje onze app zie gebruiken. Ja, dat is fantastisch. Dat is het mooiste wat je kan hebben. We hebben t-shirts bijvoorbeeld. Er zijn niet zo heel veel start-ups waar mensen een t-shirt van kopen omdat ze er graag geassocieerd mee worden. Bij ons is dat wel het geval. Dus dat is echt iets om heel erg trots op te zijn. Omdat we iets doen wat we heel goed doen. En daar ben ik echt amper een aandeel in. In die zin, ik moet de organisatie wel runnen. Maar het echte werk wordt eigenlijk door de DJ's gedaan. En de city chiefs die we in elke stad hebben, die DJ's dan weer aansturen. Die mensen die stuk voor stuk zijn die ja, gewoon heel erg goed bezig om de beste nieuwe muziek onder de aandacht te brengen. En dat werkt op zo'n eenvoudige manier dat het gewoon een enorm succesvol ding maakt. En de coolness, ik denk dat ook sterk heeft te maken met hoe we ons presenteren. Hoe we qua vormgeving naar buiten treden. Hoe onze feestjes zijn. We proberen te vermijden mensen te laten betalen voor onze feestjes. Dat proberen we altijd gratis te houden. Dat is niet altijd mogelijk, omdat je soms hele dure DJ's moet boeken. Maar ja, het is een combinatie van dat allemaal. Gewoon het heel goed je ding doen. Het artwork wat er gewoon altijd slick uitziet. Wat over door Niek Dekker wordt gedaan bij ons. En goede feestjes. Ik denk dat wij zelf ook goed weten hoe je moet feesten. En dat dan
misschien nog uitstraalt naar anderen. Voor mij is Twitter echt meelezen. Het is voor mij echt een persoonlijk ding, Twitter. Ik gebruik dat niet heel erg zakelijk. Het is met name meelezen, snel op de hoogte blijven. Een tijdsverdrijf is het ook af en toe als ik ergens zit te wachten. Dat ik denk, laat eens kijken wat er op Twitter gebeurt. Maar ik heb er voorheen, zeker in mijn freelance bestaan, heb ik er wel enorm veel contacten mee opgedaan. Maar ik denk dat soms, en dan is het met name in mate van bereik en power, dat Twitter een beetje wordt overschat. Dus het is heel interessant als lezer en misschien om wat contacten te leggen. Maar wanneer jij door een hele grote titel wordt genoemd, dan merk je dat eigenlijk de aantallen mensen die jou dan bezoeken of die jou gaan contacten, dat eigenlijk vrij laag is. En dat zet dat allemaal wel weer in perspectief. Maar we maken eigenlijk op weinig plekken reclame. We hebben, ik geloof, zo'n 16.000, 17.000 Twitter-followers en we hebben 100.000 Facebook-likes. Bij Facebook merken we echt dat er gewoon een impact is. Maar daar kun je ook heel duidelijk gewoon heel mooi communiceren met een mooie foto of een embed van een video. Je hoeft niet zo 1, 2, 3 dat platform af om met de content die jou aangeleverd wordt aan de slag te gaan. En ik denk dat voor veel mensen Facebook gewoon een stuk eenvoudiger is dan Twitter. Nou, we zijn wel. Die strategie zijn we continu aan het verbeteren. We proberen aan de hand van de analytics die we voor ogen krijgen, wel zo goed mogelijk te bepalen wanneer we en wat we moeten communiceren. Maar we zorgen er sowieso voor dat er op dagelijkse basis iets is te communiceren. En dan hoeven we niet eens dingen te verzinnen. Want dat zijn zaken die gewoon op dagelijkse basis gebeuren. Zoals het plaatsen van een video. Of de livegang van een nieuwe playlist. Of een update van een DJ. Of een nieuwsbrief die we nog uitsturen. Dus er zijn meerdere attentiemomenten. Ik denk dat je de tone of voice goed in de gaten moet houden. Maar, wat is die tone of voice bij jullie? Ja, op een leuke, ongedwongen manier communiceren. Maar we proberen ook wel altijd een beetje te laten zien dat wij het wel weten wat jij moet gaan luisteren. En dat je niet zoveel naar de anderen moet opletten, maar dat je vooral die DJ moet gaan beluisteren. Want die heeft die feilloze kennis om jouw nieuwe muziek voor te schotelen. Zonder arrogant te worden. Zonder arrogant te worden, ja, exact. Ja. Daar moet je een balans in vinden. Nou ja, we gebruiken Instagram. Dat gebruiken we misschien niet regelmatig genoeg. Maar bijvoorbeeld als er een nieuwe t-shirtlijn uit is. Of een flyer van een feest. Of gewoon een hele toffe foto op kantoor. We hebben nu 2 weken geleden hebben we ons 4-jarig bestaan in Amsterdam gevierd. En dat zit hier het hele kantoor in één keer vol met alle Amsterdamse DJ's. Nou, dat is een topmoment om een mooie foto te maken. En dan met 20, 30 man op die foto te staan en dat op Instagram naar buiten te gooien. Maar ook dan gebruiken we Instagram eigenlijk weer als een middel om het naar Twitter en Facebook te sturen. Dus het eigenlijk die 3 social media kanalen zijn degene die we gebruiken. We hebben nog een blog, maar dat is eigenlijk het doorplaatsen van de content die we op andere media al hebben geplaatst. Dus ja, en YouTube hebben we nog natuurlijk met aftermovies van de feestjes of aankondigingen of dat soort zaken. Nou ja, ik denk dat openbaar en publiek spreken, dat wel een hele belangrijke is. Dat heeft voor ons ook enorm veel betekend. Toen wij lanceerden, werden wij enorm veel gevraagd om te spreken op congressen, conferenties. Maar bijvoorbeeld ook zaten we ineens bij de Wereld Draait Door aan tafel. En dan moet je eigenlijk in een sneltreinvaart moet ervoor zorgen dat je nou ja, als je dat niet al bent, dat je communicatief vaardig wordt. Maar ook dat je goed weet wat wanneer te zeggen en dat ook overtuigend weet te vertellen. Zonder dat je gaat stotteren of dat je nerveus wordt. Ik herinner mij een van de eerste keren dat ik een verhaal moest vertellen, dat was bij The Next Web in de conferentie. Waar we 2 fantastische prijzen toen de tijd hebben gewonnen, maar waar ik zo nerveus was dat ik een glaasje water in mijn handen had. Dat helemaal leeg heb geschud.
En dat vervolgens, en ik geloof dat er 1000 man in die zaal zag. De microfoon stond aan. De zaal hoorde dat ik op een gegeven moment op zoek was naar water. En iedereen heeft gezien van, dat hele glas, dat heeft hij al leeg staan shaken. En ik neem vervolgens een slok waar helemaal niks meer in zat. Dus leer dat. En dat is niet eens zo heel erg moeilijk. Dat heeft echt te maken met overtuigd zijn van dat wat je aan het doen bent. En daar mag je ook af en toe best wel een beetje in bluffen. Daar moet je niet zo heel erg bang voor zijn. Het is vooral zeker van je zaak zijn en trots durven te vertellen aan anderen hoe goed het gaat. En misschien ook wel af en toe om te vertellen dat het niet zo goed gaat. Wil ik je heel erg bedanken voor het interview. Graag gedaan. Deze het winst.nl. Leuk, dankjewel. Haal er wat tips en tricks uit voor je business en kijk of jij dit een volgende niveau kan trekken. Ja, leuk. En ik zie dat ik Elke de Boer ook nog een belletje kan geven voor een korte telefonische boodschap. Ga ik doen. Leuk, dankjewel. Ja.